Ik gelaten. Heb jij geld? Nee, ik heb geen geld. 30 coins staat er. Ik kan toch niet naar binnen als ik geen geld heb? Rowie, Ja. heb jij toevallig 30 coins te lenen? Ik heb echt geen geld en ik wil graag achter de schermen. Nou ja, dat althans, dat staat hier. Ik weet niet. Krijg ik het dan wel nog terug? Ja. Oké. Dat denk ik. Dus ja, dat intro. Okay, people, let's go to work. Maar waar moet je dat inleveren dan, Roy? Ik en er is ook helemaal niks. Hoi. Ik zie ja gewoon, het is helemaal niks hier. Er is gewoon Je water gaat en. gewoon op die plate staan en dan gaat iemand je broekzak in en dan stilt hij 30 coins van je. Is dat een nieuwe tactiek bij ons? Ja. En wie maakt die tactiek? Jij. Ik weet toch niet hoe dat werkt, Rowie. Daar hebben we toch iemand anders voor, dat weet je toch? Oh ja, wacht, een of andere, ja. Hoe heet die jongen? Hoe heet die Stinky? Stinky? Stinky Heet die heet hij? Stinky de Stinky? Wek? Hij heet Nee. Stinky. Nou, ik weet niet of jij dat taak doet, Irma, dat jij die coins laat werken, maar. Er gebeurt helemaal Nee, niks. dat is Stinky. Oké. En hoe weten we wanneer Stinky komt? Dat hoor je aan zijn belletje. Was dat het belletje? Was dat het Nee. belletje? Wat is dan het belletje? Ik weet dan niet Ja. wat het belletje is. Ja, Wat is weet het ik niet. belletje? Dat hoor je pas als hij er is. Oké. Nou, dan wachten wij maar en dan gaan wij wel verder met de attractie, denk ik dan. Ja? Maar dan hoop ik, als hij komt, dat we dan hier dadelijk dat dit werkt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Nou, oké. Hallo, meneer Jafar. Hallo. Zo, hé, deze meneer is wel heel erg verkouden, Roy. Moet je horen, hé. Kom eens. Echt niet normaal. Deze meneer is echt helemaal verkouden. Hallo, meneer Jafar. Hallo. Jeetje, joh. Dag, meneer Jafar. Wat is dit voor een attractie? Kunt u er wat over uitleggen? Dit is Ja, dank u wel. Nou, een heel ontzettend leuke dark ride. Improviseren, hè? Meneer Jafar, wat is dit voor een attractie? Kunt u mij kort uitleggen in 3 woorden? Mijn vraag. Dat zijn er twee. Even Kunt u dit uitleggen stil. in kunt u deze attractie omschrijven in een hoop woorden? In een hoop woor. Volgens mij is dat die gozer die dat kan fixen. Welke Nee. gozer? Nee. Jafar. Nee, kijk dan hier. Kijk, Weet kijk. niet. Ik hoor Hier. geen belletje. Wat voor belletje is het dan? Ja, weet ik niet. Een geluid. Ja, wat? Iets. Iets. Een soort belletje. Een soort belletje. Waar heb jij het nou weer over? Oh. Echt, hè? Wat loop je nou te ouwen, Rowie? Godverdomme, hier. Waarom Hallo. werk je niet mee? Hij heeft toch geen Ja, belletje? sorry. Nee. Dio, Ja, kijk dit hier. is gewoon een beetje gek. Jij weet hoe dit werkt, toch? Ik weet hoe dat werkt. Oh, nou dan. Wacht, Roy, ik weet van Gio dat we met rust moeten laten. Als hij daarmee bezig gaat. Ik weet dat hij Stinky heet. Inderdaad. Dan zal ik even eerst naar Jafar vragen. Jafar, wat is dit voor attractie? Kunt u mij dit uitleggen? Ik zei toch al, dit is mijn wraakattractie. En wat voor soort attractie is dit? Een dark ride. Oké, en wat kunt u nog meer vertellen? Mijn wraak zal zoet zijn. Kom hier van. Probeer jij het eens te vragen, want volgens mij praat ik Turks tegen hem, Poli. En met zoet bedoelt hij dan zoet-zuur of echt zoet? Nou, dat weet ik niet. Vraag het even. Vraag het eens. Ja, dat vraag ik toch net Dan aan moet je hem. mij niet aankijken, vraag het eens aan hem. Kijk die snor dan. Kijk die snorbaard. Noem je dat een snor? Snorbaard. Nou, mijn vraag jij dus, Rowie, Baardsnor. want ik. Oh ja. Wat moet ik vragen?
Over dat soetsie of nee. Attractie? Over de attractie, ja. Oh, hallo. Kunt u iets vertellen over de attractie? Ja, dit is een beetje een dorpie, hè? Wat? Een dorp. Een dorp, oh, ik dacht... Wat is een dorpie? Babbel. Waarom moet ik jou nou weer spelen? Dit is een dorpie. Bedankt voor de dark ride informatie. Nee. Kom, we gaan naar het dorpie. Robbie, kom. Op naar het dorpie. Nou, ik heb nog nooit van die attractie gehoord. Ik denk dat het wel een nieuw is in zijn soort, hoor. Huh? Zo, als je niet misloopt. Wat, wat zou er anders zijn dan aan een dorpie? Ja, ik weet het niet. gewoon een echte dorpie. Een dorpie. Robbie, achteraan sluiten. Nee, wat eerder. Nee! Zo, dit is de ingang van de attractie. En we gaan naar binnen. Roy, paspoort. Nee, wachtwoord. Roy, wachtwoord. Paspoort. Wachtwoord. Begin met een D. This and the sleep. Nee, begin met een D. Nee. 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 Is het dorpje? Ja. U mag naar binnen. Nee, dat antwoord is fout. Ga alsjeblieft weer terug via de nooduitgang aan uw rechterzijde. Ja, dat doen we dan wel als we aan het dorpje geweest zijn. Nee. Oké, we gaan naar binnen. En waarom is daar geen kleptrap? Dorpje. Omdat er geen kleptrap is. Zo, het is het donker, jongens. Nou, oké. Ben ik ook weer waar ik sta, dankjewel. Nee, dat waardeer ik, man. Echt. Toch wel? Mensen bang worden van me. Hey, Stinky. Hoi. Nou, en dit is natuurlijk weer een heerlijke... Oh, die klote boot. Huppakee. Nou, misschien thematisatie. Die boot, ja, die maken wel een echte boot. Want Bram heeft namelijk iets gemaakt die we in de attractie kunnen zetten. Een boot namelijk heeft hij van tevoren gemaakt. En ik ga daar nu even naartoe. Ja, ik heb hem al een opdracht gegeven. Ik wil een boot gemaakt. En dan gaan we naar Warp Rivercraft. Dat is denk ik de dichtstbijzijnde locatie om daar naartoe te gaan. Het is namelijk helemaal achter in de haven. Dat kost gewoon even tijd om daarheen te gaan. Daarom doe ik even mijn speed 7. Zo, huppakee. En dan helemaal achterin. Zo. Dan moet er ergens een bootje staan. Ja, daar staat hij. Oh, wow. Oh, nice. Dat heeft hij leuk gedaan. We kijken. Oh, wow. Ik wil hem ook zien. Ik hoop waar hij staat. Oh, wow. Oh. Ik denk dat Bram hier 3 uur mee bezig is geweest. Om die kopwebs. Ja, toevallig 3, zeg ik. Wauw, als je daarin vast komt te zitten, hè? Ja, maar je zit in de attractie. Oh ja, in het dorpje is het anders, hè? Help! Ik zit vast. Een dorpje. Eentje, kan je ons eventjes komen helpen? Dorpje, ik ga je niet helpen. Je moet je maar niet stinken daar. Ik dacht, je blijft bij de attractie. Dan kan ik namelijk even teleporteren naar je. Ik ben weer teleurgesteld in je, Irma. Oh nee. Oh, dit gaat helemaal mis. Altijd in de opnames, hè. Irma moet het altijd weer verpesten. Natuurlijk die Irma. Altijd. Alles moet je nageloven. Oh, dan doe ik flashback en dan kom ik precies in de attractie. Dus dan heb ik Irma helemaal niet nodig. Irma, je bent de zwakste schakel. Oh. Je bent de zwakste schakel. Je weet wat er gebeurt als ik op enter druk, hè? Dan loop je computer vast. Dan gaat Tarzan. Ja, dat klopt, ja. Start, de regel naar beneden. Start de Tarzan. Oh. Kijk, dit is leuk dat je hier zo dit stuk voor de tweede keer gebruikt. Dat maakt het een beetje langdradiger. Nou ja, in de positieve zin, hè? Oh, toch wel? Ja. Ja? Oké. Dus het schip stond, even kijken, als de haven die kant op is en ik heb hem daar gekopieerd, dan zou ik hem eventueel nu 2 keer moeten rotaten met de rotate 90 en 90. En dan zou Waarom ik hem hier... dan niet gewoon gelijk 180? Dat is moeilijk. Oh. En dan zouden we nu moeten pasten en dan zou die... Oh. Ietsje lager, denk ik. Weer niet ouwe erover? Water. Ja, sorry. Inderdaad, iets lager. Sorry. Sorry. En iets naar voren, toch? Ja. Ik ben al niet... Daarom zei ik van, ja, nee, doe maar niet even normaal. Weer vast.
Oh. Oké, maar dan moeten we even kijken, want dit moet een groter gebied worden. Dit moet een grotere ruimte worden. En we moeten ook even kijken, want hij moet iets verder hier naar voren. Want het moet, aan de zijkant moet het meer een het moet meer een, ja. Ja. Het is even apart. Het moet maar een decorstuk worden. Dus het moet met de achtergrond van een jungle thema of zo. Moet het even van... Moet het... Desnoods zetten we hem hier neer. Ik denk dat we hem hier beter kunnen zetten. Dus doen we undo. Zo. Pak hem zo. Dus doen we rotate. 90. En dan kunnen we hem hiernaast neerzetten. Dan zetten we hier met paste. Juist hier tegen de muur aan zetten, denk ik. Dan komt hij bijna tegen de muur aan. Maar dan kunnen we zeggen paste. Min A. Oh. Wauw. En dan hebben we het... Kijk, daar hebben we de dingen niet beschadigd. Vier blokjes. Nice. Nee, doe eventjes... Nee, maar de achtergrond kunnen we ook nog thematiseren, hè? Ik weet niet hoe die boot hier nou nog weg wil varen, maar dan zit hij een beetje vast. Sst. Daar heb ik een speciale pickaxe voor, Leo. Dat weet ik nog niet, maar... Zeg maar eens even Alakababa. Alakababa. Nee, Gio. Nee, volgens mij vroeg hij het aan mij. Ja. Wat, Alibaba? Oh. Nee, Alakababa. Oh. Ik denk, we gaan Aladdin en de hele mikmak er even bij halen en zo. Zeg maar. Wat was het ook alweer? Arikababa. Arikababa of zo? Nee, fout. Nee, fout. Yes. Nog een keer. Heb ik gewonnen? Nee, je mag het nog een keer dorpie zeggen. Dorpie. Ja, oh wow! Kijk, yes! Oh. Dorpie. Irma, dankjewel. Voor je lekkere Nederlands. Geweldig. Maar misschien zouden we die mast even wat kleiner moeten zetten, want ik vroeg aan... Je, misschien moet je die mast even kleiner zetten. Want weet je wat het is? Misschien moet je even die mast kleiner maken. Want weet je wat het is? Ik vroeg aan Erik, maak het klein formaat, maar die heeft gelijk Titanic formaat aangehouden. Wie, Erik of Bram? Bram, sorry. Oh, ik wou bij Erik beschuldigen. Die denkt, dan maken we even klein. Misschien kan Kevin dat doen. Wat? Welke? Even van die kopweb even kleiner maken. Welkom als het waar. Hier zo? Lopen het anders in, man, meteen. Oh. Nee, slopen het anders. Dat doet niet, toch? Nou, dat doe ik toch, Roy. Maak je zo druk. Wauw, dat is echt het kleinste zeiltje ooit. Echt, hè? Gewoon... Ja, zo houden, dat is goed. Dat kan die wel hebben. Wat moet er mee gebeuren? Hij moet even aangesloten worden aan, zeg maar, aan die pilaren. Maar hij moet een beetje lager. Ja. Dus dan moet je dit slopen. En dan moet het kleiner. Ongeveer vergelijken met... zo, hoppakee. Dus misschien deze, die moet hoger dan die. Nou ja, dus deze, die moet nog... Je mag die mast ook ergens anders neerzetten. Een tikje lager. Je mast mag je erg verspreiden. Als die maar een beetje mooi met de... Zit die nou ook? De muur moet zwart, dus dan maak ik de... Dit is het plafond, dus nu zit hij aan het plafond vast. Hij moet ook eigenlijk aan het plafond vastkomen, want dit wordt de dak. Dus hij moet lekker hoog komen. Dus dan zal ik... Dit is het dak. Dit is het dak. Dit is het zwarte dak. Ja. Holy ja. Shit. Ja, dan klopt het wel. Oké, kastel. Ja. Zo moet hij. Moet net niet op de bovenste... Zo, heb je even een plekje om lekker te bouwen daar. Mooi zo. Ik hoop dat dat een beetje realistisch gaat worden, anders moet je maar gewoon lekker een mast maken of één cel of zo. Dat zou eventueel kunnen. Jammer. Zo lang lijkt het ook wel alsof het. Hey Gio, we hebben een gevangene op het schip. Zo, gewoon doorheen praten. Kijk maar. Hallo. Hier maar. Een kasteelbuur. Hallo. Wat doe je daar? Mijn naam mag ik mij even voorstellen. Ik ben een nieuw karakter op het kanaal van Vincent. En mijn naam is. Oma Irma. En Oma Irma is het oudste YouTube-personage die je ooit bent. Dat is het oudste YouTube-karakter wat er ooit is bestaan in de hele westerse samenleving. En het fijne is dat ik elke ochtend krijg ik een lepel en een vork. Een lepel van Bram en een vork van Irma. Ze werken samen in het team. En dan krijg ik tafeltje dekje, waar die helemaal komen ze langs brengen bij mij, in mijn omaatje. En dan krijgen ze allemaal 50 cent.
En als ze nog 50 cent hebben gekregen voor mij, dan mogen ze een lolly halen om lekker op te sabbelen. Sabbelen. Oké. Nou, bedankt voor deze informatie, oma Irma. En ook een hele originele naam. Bedankt voor deze hele interessante, informatieve, mooie, belangrijke informatie. Moet je dat dus zeker, Kevin? Volgens mij wel. Volgens mij moet je naar de wc. Nee. Klinkt lekker. Klinkt lekker. Een cavia ingeslikt ofzo. Minimaal. Oh. Wat kriebelt in je keel dat je zo'n raar geluid maakt. Wat? Groei wel. Groei heeft een cavia ingeslikt. Cavia. Oh. Naar razen. Naar razen. Ja. Nu begint het heel vervelend te worden om het elke keer weer te gaan zeggen. Is dat zo? Nu pas? Nee, vervelend. Het begint een keer een ander woordje dan. Alleen maar nagazen. Dat is nu pas. Die 3 maanden lang alleen maar kwamen. Maakt niet uit hoor. Hè? Grote I. Wat is nu? Drie producties. Alle drie. Wat deed jij daar, Gio? Niks. Heb je verantwoording nodig? Maar drie waarom? Drie dwergen. Hey. Drie of Arnie? Drie Vin. Wow. Dit gebouwtje heeft gewoon een escape route. Drie Irma. Nou, Irma, misschien leuk om hier nog wat details in te zetten. Hier. Drie Vin-stijl. Drie Vin-stijl. Drie Vin-stijl. Loop naar de Sanseveria. Gaat de petunia's buiten zetten. Fuchsia's. Nou jongens, wat nou het leuke is, we gaan even een deur plaatsen. En dat wil ik eigenlijk met de nieuwe Dark Oakwood, vind ik dat eigenlijk wel een heel goed idee. Want Dark Oakwood is een ontzettend mooie donkere houtsoort, die we eigenlijk niet voor niets hebben gekregen bij de nieuwe update. Dus die wou ik eigenlijk flink gaan gebruiken voor de nieuwe attractie. En zoals je al ziet, hebben we nu al een beetje een deur idee gedaan. En om dan nog een betere deur idee te doen, zou ik dan 2 kleine buttons van hout neerplaatsen aan de zijkanten. Dan krijg je een beetje een... Ja, hoe zeg je het? Een leuk deureffectje. Je zou ook het deurtje kunnen open laten staan. Dat je zou zeggen van, we doen deze open. Dus dan plaatsen we hier een soort van... Zo, dan zet je hem open. En dat ziet er eigenlijk, denk ik, nog leuker uit. Als dan de achtergrond... Ja, dat ziet er veel leuker uit zo. Ik zou het zo doen. En iemand zit gelijk te ouwen over de lek. Mooie deur, zegt hij. Meteen bam. Lekker in zijn broek. Lekker in zijn broekje. Nou, dus we moeten hier nog even kijken of we hier nog wat details gaan plaatsen hier op dit gebied. Zodat we lekker vol krijgen. Dat mensen lekker kunnen kijken van naar alles. De figuren, de Arabische figuren, die komen nog. Dus dat komt goed. We zetten sowieso een paar keer Jafar in de attractie. Jafar! Het is leuk om hier misschien gelijk al... op te stapelen, zeg maar. Dus dat je hier gelijk decorstukken doet, gelijk van 1 stuk weg. Dus dat je heel simpel gewoon hier een balkonnetje maakt of iets heel simpel gewoon. Dat je een heel smal plekje hebt om op te staan. Ik weet niet of het onrealistisch eruit ziet, maar dan heb je allemaal achterkant stukjes van krotten. Krottenwerken. Oké? Okay? En zo'n krottenwerken, bijvoorbeeld ook zo'n met cobblestone werk je ook heel graag. Dus je zou hier cobblestone kunnen plaatsen. En dan zou je bijvoorbeeld als je nou hier een paleisje maakt. Zou je op zich hier ook wel neer kunnen zetten. Oh, we zouden het gaan hebben ook over een film deze aflevering. En Gio is daar namelijk geweest bij die film. En het lijkt me wel leuk om het even met jullie erover te hebben. Want ik ga namelijk, dus Gio gaat eigenlijk geen spoilers geven, dat hoop ik. Want ja, kan best goed niet gaan. En ja, dus daar gaat hij een stukje over vertellen. En de film die we spreken is The Wolf of... Wall Street. Het is een hele toffe film. Ik heb hem afgelopen zondag in de bioscoop gezien. Het is een film met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol en Jonah Hill, die je misschien wel kent van 21 Jump Street.
Maar dat gaat dus over een gast van rond de 20 jaar die gaat een baan zoeken. En dan gaat hij werken op Wall Street. Dus waar alle aandelen verkocht worden van bedrijven en zo. Er valt heel veel geld in te verdienen. En wat hij dan eigenlijk doet, is hij leert hoe die mensen het makkelijkste kan verkopen. En die aandelen kan verkopen. En dan gaat hij eigenlijk fraude plegen door hele goedkope aandelen voor heel veel geld te verkopen. En daar maakt hij eigenlijk een miljoenenbedrijf mee. Wat in leuk. De film zie jij dus hoe hij zijn bedrijf opbouwt van eigenlijk dat hij begint in een kleine garage als kantoor, naar dat hij echt een groot gebouw als kantoor heeft. Waar hij dus uiteindelijk zoveel mee verdient dat hij een huge huis kan kopen en al dat soort dingen. Dat hij gewoon stinkend rijk wordt. Dus eigenlijk een heel slimme gozer is het eigenlijk daarvoor geworden. Nou, klinkt op zich heel erg leuk. Hè? Ik vind het verhaal al... klinkt best wel leuk, joh, als ik het zo hoor. Toch heel erg benieuwd naar... Het is een 3 uur lange film. En die 3 uur lang... die kijkt wel lekker weg. Je verveelt je zeg maar geen één moment. En dat is... Ik denk dat dat het belangrijkste is als je zo'n film maakt. Als filmmaker is dat... Lijkt mij dat een heel belangrijk aspect... de kijker boeien. Het zo lang mogelijk bezig houden natuurlijk. Ja, nee, zeker weten. Nou ja, ik ga er binnenkort naartoe. Waarschijnlijk als je deze video hebt gezien, ben ik er al naartoe geweest. Ik kan je al zeggen, het is een hele goede film. Ja, dat kan ik wel zeggen. Nou, dat weet je nog niet. Nee, dat weet ik inderdaad nog niet. Maar wat je zelf ik heb een scheidhekel aan comedyfilms, dat zeg je eerlijk. Ik vind de Hangover dan weer echt een heel goed voorbeeld juist van een goede film. En, welke? Hangover. Oh. Maar ook al heb ik deel 3 nog niet gezien. Ik vond 2 dan wel weer iets minder. En ik hoorde dat 3 zelfs nog minder was. Dus mm-hmm, ja, er klopt. Zijn een aantal nadelen, voordelen. Maar toch heb je zoiets van, ja, ik moet hem toch wel even zien een keer. Maar dat zijn toch wel films, ja, die moet je gewoon... Ja, die moet je kijken, weet je wel. Dat zijn gewoon echt verplichtingen soms. Moet je gezien hebben. Ja. Nou, ik maak hier een soort van... Dan moeten we later maar kijken hoe we hier een idee over hebben. Ja. Zo. Zo'n sandstone muurtje. Ja, gewoon wat raampjes erin. Zo. Heb ik daar nog eentje zo. Kan je van die fences op inzetten misschien. Nou ja. Misschien wel een leuk idee. Kijken. Dat je even wat decor maakt. Hè? Het gaat puur om echt één kant muur. Dus je zou eigenlijk aan de achterkant gewoon black moeten doen. Dus dan zou je eigenlijk zoiets moeten doen en hier selecteren. Selecteer je met de hakbijltjes, net als vorige keer hadden we uitgelegd. En set black. En dan krijg je gewoon een zwarte achterkant. Nou, heel simpel. En dan zou je hier bijvoorbeeld 2 deurtjes kunnen zetten van... dan kunnen mensen hem open en dicht doen. Zo. Ja, zo zou ik hem... Misschien eentje ik weet niet, open. Die rechterkant die is nu wel zo kaal. Dus misschien dat je dit ook rechts kan doen. Hetzelfde patroon. Oh, 1 huis. Nee, het wordt zeg maar... Het is een ander huis. Maar dat is de achterkant van huis. Oh. Ja, het is een achterkant van huisjes. Al. Ja, het doet zeer, moet je niet denken. Ja, dat merk ik. Oei. Ja. Oei, je bent zo afwezig. Oh, ja. Ja. Dat is weer AFK te wezen, hoor. Ja hoor, echt hè, uurtjes maken. Niet waar. Ja, nee, ik hoorde hier wel naar je Minecraft toe klikken. Ja. klik. Oh, ja, Oscar. Ja, Oscar is er ook weer. Kijk, Oscar. Oscar is hier. Oscar. Hallo. En, kijk hoor, hij hoort je niet, zit in je kanaal heen. Oh. Nou ja, dan hoort hij wel als ik iets tegen hem gezegd heb in de video. Ja. En ga. Nou, dit is een soort stad. En het lijkt me ook leuk als we binnenkort, als we dan zoiets maken in die video, dat je inderdaad een paleis binnen gaat. Dat lijkt me ook heel gaaf. Wie weet hier zo. Dit lijkt me hier gaaf om hier een groot paleis neer te zetten. Dat je dan hier zeg maar ingang hebt, zeg maar, heel grof. Ik maak even weer zo'n poort. Maar dat is nog niet de definitieve poort. Dus dat is even gewoon even dat we weten van hoe en wat. Hoe? Dat noemen ze een schetspoort. Schetspoort. Nagazenpoort. Nagazen. 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 Dus eigenlijk dit ook moeten afzeggen. Nagazen. Dus je moet dit sowieso af gaan zetten met een muur. En die muur kunnen we eigenlijk variëren. Ik zou zeggen van... Zo, Emma gaat weer beginnen met haar... Dat was maar 1 keer. Zout erin. Jongens, zout erin. Met een gekkig. In uit, gooi het maar. Elk die.
Echt naughty. Het is gewoon een muurtje, die kan je maken inderdaad. Zo. Dat is misschien wel een leuk idee. Zo. En zie toen er stond er een muur. Ja, dat ziet er leuk uit, joh. Ik kijk ineens vanaf de, zeg maar, de attractiekant. Nu kunnen we natuurlijk een beetje licht aan toevoegen dadelijk. Als het echt helemaal donker is, doen we pas het licht. Dat zou ik nog nu helemaal nog niet doen. Oh ja, leuk die raampjes. Leuke aardbeving. Mm-hmm. Oh ja, ik wou hem net gaan slopen voor je. Shit. Ja, hij is te snel voor je. Gewoon slopen, gewoon weer pap. Het ziet er best wel leuk uit vanaf hier. Dat zeg ik, gamma. Oké. Yves. Hier, loop jij dan die hele baan af? Yves. Yves. Robby? Ja? We zouden nog even kijken aan het eind van de aflevering of de 30 cent er doet. Of ik genoeg geld weer heb gekregen. Oh ja. Zullen we dat eens testen? 30 cent of 30? 30 coins. 30 kwants. Kwants. Oké. Okay. Robby, dit is het moment. Dit is die moment, hè? Oh, wacht, Java. Ja, wacht, ik ga nog even wat vragen aan Jafar. Hallo, Jafar. Hallo. Hallo. We hebben gekeken naar de attractie, maar het dorpje kwam niet ter sprake. Het dorpje kwam wel degelijk ter sprake. Dorpje. Dan moet je maar de hele baan vanaf het begin tot en met het eind kijken. Ook al bestaat de hele attractie nog niet. Roy, praat jij maar. Nee. Oh, dat is leuk, ja, dat blokje. Ja, leuk, hè? Ja, nou ja, leuk is anders, maar gewoon, het staat wel in ieder geval. Oké. Okay. Kom hoor. Ja, om daarboven te doen vind ik dan wel krap. Ja, te kort. Ja. Dan denk ik dat we hem inderdaad de bovenkant moeten... Ja, ik weet niet. Ik vond ook wel... De bovenkant lijkt me leuk om dat gewoon dit te houden. Dat lijkt me leuk. Ziet er leuker uit, vind ik. De onderkant is wel dat steen. Dat is wel leuk. Misschien bij de... Hier zou ik wel wat anders doen, ja. Maar niet die steen. Even kijken, hoor. Iets van... Daar zou ik het dan gewoon zo laten. Oké. Okay. Anders is het... Ja. Oké. Okay. Is het moment aangebroken? Oké. Okay. Geef me maar de centjes. Drop maar. Ja. Ja, drop maar een coin. Okay. Drop maar 30 coins. Ja? Ja. Niks gevallen. Dan stel je voor dat er coins om een kwans om me heen liggen, hè? Oh, Gio, mag ik zo, Voor mij mag je. Wat is er? Niks. Pardon? Oké. Ja, er is niks? Nee. Oké, okay, ik ben benieuwd. Achter schermen. Als je me te weinig geld opgeeft, kom ik naar je toe. Nee, okay. Dat kan er niet meer. Want ik ben opgesloten waarschijnlijk. Nee, oh nee, want dan kan ik niet door het hokje. Maar ik ga het proberen. Ja. Moment. Niet kijken. Ik wil liever dat je omdraait. Gavia is terug. Ja, Gavia. Ja, het is gelukt. Ja, nou dan, Romy. En jij hebt nu... Oh, jij hebt natuurlijk ook geen geld meer nu om hier toe te gaan. Nou, bedankt voor het geld, Romy. Doeg. Oh. En bedankt voor het kijken, mensen, in deze aflevering. En tot de volgende keer. Doei, doei. Doei. Do you, Kevin?